Of hoe gaat het serieus liggen? Pakketje binnen. We zijn serieus in de auto aan het inpakken. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog met een nieuwe dag en nieuwe kansen. Ja, wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. En het is vandaag zondag 22 januari 2023 en het is nou net 13:37, dus half 2 geweest. Ja, zoals jullie zien ben ik aan het lopen met de dames in spe. En ja... Wij gaan ook zometeen op een verjaardag, maar dat kan ik niet filmen. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan er wel weer een leuke dag van maken. En ik hoop dat jullie met ons mee gaan genieten. Dus kijk gezellig met ons mee. Of hoe gaat hij serieus liggen? Dat ze aan het wachten is op de zus. De lady staat daar. Ai. Ai. Ja, ja, oké. Okay. Check. Jij spoort niet helemaal. Nee, jij niet, nee. Maar dat is wel, hè? Ja, helemaal goed. Oh, 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 oh. Maar die staat nou wel een mooi beeld, schat. Ey, ey, ey. Ja? Staat wel een mooi beeld. Filmen te zijn, niet dus. Oké, okay, helemaal top. Nu wel. Pakken dan. Pakken. Ja. Goed zo. Pakken. Beauty. Kom, pakken. Nee, hier. Jij wil hem meenemen? Kom. Pakken. Pakken. Ja, mee. Kom, meenemen. Ja, goed zo. Ja, pak hem dan. Ja, daar, ja. Pak hem dan. Pak hem dan. Uitkijken, uitkijken. Lofri, hier. Kom. Deze kant op. Ja, pakken. Deze kant. Lovely. Luisteren. Kom. Op de stoep. Goed zo. Deze kant. Lopen. Jij wil hem meenemen. Dan mag je hem ook meenemen. Ook, maar je moet wel luisteren. Kom. Lopen. Kom. Lopen, 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 lopen. Ja, pakken. Nee. Lovely. Hier. Stok. Hallo. Pakken. Pakken. Goed zo. Meenemen. Go. Kom, 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 kom. Meenemen. Naar het veldje meenemen. Kom op. Meenemen. Jij wil hem meenemen, dan mag je hem meenemen ook. Kom op. Lopen. Nee, lopen. Pakken. Lovely. Pakken. Hier. Lopen. Kom, kijk, kom, kijk. Ah, lovely. Los. Wachten. Pakken. Pak je stok. Auw, lof. Wachten. Pakken. Rustig aan. Rustig aan. Ja. Rustig. Lovely. Lovely. Wachten. Er loopt ook nog een mevrouw. Wachten. Lovely. Wachten. Ja. Pak je stok. Pak je stok. Hallo. Lovely. Pak je stok. Ja, leren. Luisteren. Hallo. Pak je stok? Ja, pak hem dan. Pak hem. Hallo. Koekoek, kom hier. Kijk eens hier. Ja, pak hem dan. Nee, kom maar eens hier. Ja, pak hem dan. Op het veldje laten. Daar, en daar mag je hem loslaten. Kom, lof. Hier, pak je stok. Ja, jij wil hem meenemen. Mag je hem meenemen, maar op het veldje mag je hem los. Hallo, kijk hier. Pak hem dan. Ja, op het veldje. Kom. Ja. Go, go, go. Nee. Trina, hola. Oh, ben je ook een lekker ding ook weer, hè? Zo.
Een burgerlijke ding ook, hè? Af en toe? Ja. Ja, je bent lief. Je bent geweldig. Ja. Helemaal top. Helemaal was. Leed, kijk eens hier. Ja! Yeah. Dit is hier lekker. Dit is lekker, schat. Dit is lekker. Lekker, schat. Is je lekker, hè? Dat is lekker, schat. Lekker, hè? Kom maar, ga kijken. Kom. Ga kijken. Ja. Nee, toch maar niet. Is goed. Daar zitten we dan, in de auto. Tototje. En ik heb een brief binnen. Ah, brief. Pakketje binnen. Van sleutelkoffer. Kijk. Juist. Precies dat. En die gaan we even lekker unboxen. Samen met jullie. Ik zal eens even kijken of ik mijn adres eraf kan halen. Het zal eerst even fijn zijn. Normaal dan doe ik dat altijd van tevoren, maar... Daar had ik nog geen tijd voor gehad. Nee.nl. Ja, dat gaat. Ja. Dan zien jullie het namelijk als eerste. Doe ik wel eerst even dit hier. Zo. Eerst even dat dingetje openmaken. Mm-hmm. En ik weet niet in welke ik als eerst pak. Want het zijn er twee. Ja. Nou ja, ik pak gewoon twee gelijk. Gewoon één. Ik ga niet eens kijken. Ik kijk. 1, 2, 3, 4. Ja! Wat is deze mooi? Ja, een groene. Ja. Inderdaad, een glow in the dark. En een blauwe. Voor wie zou wat zijn? Zwart is voor mij. Voor wie zou wat zijn? Wat en wat zouden jullie denken? Is deze voor Ro of voor mij? Of is deze voor Ro of voor mij? Wie mag het zeggen? Laat ik dat even jullie even raden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, ik zou zeggen, als je het even hier onder beneden in hebt gezet, helemaal goed. Dus doe ik het even zo. Ga ik nog niks zeggen. Helemaal niks. Helemaal niks. En dan gaan jullie het vanzelf wel zien wie het wie wat om hun sleutel heeft. Ja. En dan gaan jullie het ook vanzelf wel zien hoe mooi het is. Precies dat. Toch? Ben je er blij mee met degene wat je hebt? Ik denk het wel. Ja? Je denkt het. Ja. Kijk, dat is eigenlijk liever die roze gaat hebben. Ja. Dus ja, precies dat. Dus nou ja, wij gaan hem sowieso er eventjes omheen doen. En dan zien we het vanzelf wel. Ja, wat koop je nou eigenlijk even voor een puber? Ik weet het echt bij God niet. En zo goed ken ik Emily niet. Wat heb jij? Oh, hoe duur is die eigenlijk? 5 euro. 5 euro? Ik weet niet of ik ze van tekenen houdt, maar... Ik weet niet. Ik heb geen idee. Maar dat is toch het... Wat is het verschil? Even kijken. Dit is... dit is... 48 stuks. En 80. Alleen ik zie geen 80 stuks. Die zie ik dan weer net niet erbij staan. Ik heb hier 48 stuks. Ik heb hier 46 stuks. Maar 80 stuks zie ik dus niet. Ja, maar qua prijs zeg ik. Hij is wel gaaf voor mij, deze. Ja, maar ik weet niet... Ja, nou ja.
Ja, ik weet niet hoe duur die is, zeg maar. Ik weet het echt niet. 36. Nee. Inclusief neon kleurtjes. Hier met neon kleurtjes. Leuk. Hier niet bij. Nee, dat weet ik. We zitten even aan het brakken denken. Ja, sowieso eentje voor mij. Maar ik had even iets anders in mijn gedachten. Gewoon eventjes, even iets had. Gewoon even een beauty, zeg maar, iets voor de... Ja, nou, dan ga ik er gewoon even voor langs. Helemaal goed. Dat is handig. Eens even kijken. Eens even kijken. Even denken. Kijk. Heren, nee. Bij de heren moet je niet wezen als je iets voor een dame gaat kopen. Kijk, iets als deze. Lijkt me wel weer leuk voor de. Alleen ik weet niet even of ze van make-up houdt, maar dit is wel leuk. Mm-hmm. Zullen we dan deze doen dan? Ja. Ja, check. Ja, check. En ik kan ze altijd nog wat bij. Ja, maar daar is ook wel. Ik weet niet of ze hier van make-up houdt of wat ook. Maar dit is wel leuk om toch even te geven, denk ik zo. Nou, en deze is dan voor mij. Helemaal goed. Nee, schat. Daarom zeg ik al van deze gewoon kopen en dan een cadeaubon van even 25 euro. Punt. Want anders ga je zo lang nadenken. Oh, dat. Nee, nee. Eén ding. Deze vind ik leuk. Vind ik leuk. En dan ga ik naar de kassa. Als jullie benieuwd zijn wat we aan het doen zijn. Nou, dit is leuk. We zijn serieus in de auto aan het inpakken. Kijk, hier gewoon even creatief zijn met de ruimte, zeg maar. Kurkje. Puzzelkaart. Ja, een puzzelkaart, ja. Dus lekkere stukjes uit elkaar halen. Eerst die puzzel maken. Dat mag geen bericht lezen. Hier, puzzelkaart. Instructies. Schrijf een bericht op de achterzijde van de puzzelkaart. 2. Breek de puzzel in stukjes. Mix de puzzelstukjes en stop de puzzelstukjes. Jij moet helemaal los. Mix de puzzelstukjes en stop de puzzelstukjes in de envelop. Wil de ontvanger het berichtje lezen? Dan moet eerst de puzzel gemaakt worden. Hoe en hoe origineel wil je hem hebben? En dat voor een 14-jarige meid. Dame. Dame, oh, daar gaat mijn plakband. Oh, hand. Ja, creatief zijn met de ruimte. Met kurk. Zo, top. Oh, dit is humor. Dit is zo leuk. Gewoon creatief zijn. Dat is leuk. En wij houden van creativiteit. Oh, noem maar dit. Nee, Elise, die krijg je zo meteen weer te zien. Oh, Elise. Ja. Elise. En Emily, die is jarig. Nou, dat is niet wat ik wil. Nu wel. Ik ben boss. Ik ben baas. Ik ben baas. Ik ben baas. Ik ben baas. Zo, schaartje, die leg ik er even op. Puzzelstukjes gaan. Die kwijtraken natuurlijk. Nee, dat lijkt me niet handig. Wat ga je doen? Oh, moet je niet kwijtraken? Ja, dat is best wel niet compleet. Wat raakt hij niet kwijt? Wat ga je doen? Kijken? Nee, kijken. Nog iets is. Waarschijnlijk niet. Uitkijken. Nee, volgens mij niet. Oh, dit is leuk. Zo. Dan zat eigenlijk zo meteen handig zijn als we dit even. Ja, check.
Zou je dit even hier vast willen houden? Kijk, kan ik even plakband pakken? Daar zou ik al creatief zijn met... plakband. Met plakband en met creativiteit. Yes, dank je. Die zit nou vast. Ook extra vast. Ze zijn hier lekker bezig. Dat sowieso. Zo. En dan nog deze kant vastmaken. Wil jij mij filmen? Vind ik leuk. Filmen. Ja. Oh, la 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 la. Zo. Ah, dat zie ik. Jou filmen? Ja, wat ik hier aan het doen ben. Wat je aan het doen bent? Ja, joh. Oké. Nou, ik ben dus lekker aan het inpakken. En normaal dan gaat het altijd een heel stuk mooier dan wat het nu gaat. Maar hè, het is eventjes provisorisch. Kan dit gewoon even ingepakt worden? Een beetje bijsnoeien. Even daar, zo, kijk. Zo kan het ook. Is het leuk? Ja? Ja. Heel aan het uitspokelen. Nog meer plak, plak. Ja, daar ben ik heel goed in plakken. Heel goed in. Mensen en met plakband. Je hebt een schaar. Twee scharen zelfs. En daar maak je geen gebruik van. Het gaat terug naar de winkel. En dan heb je hier een schaar. Dat is handig. Doen we ermee helemaal niks. Daar slijt hij van. En we hadden een envelop. Ja, hadden we ook nog. Ja. Daar zit het andere ook al bij in. Ja. Alle pezzelstukjes inmiddels. Check. Even dichtplakkelen. Allemaal DNA wat ik achterlaat. Allemaal DNA. Allemaal beestjes. Allemaal beestjes. Ja, ze moeten wel iets voor doen, schat. Puzzelen. Ze moeten wel iets voor doen vanzelf, hè? Uh-huh. Jij met je tanden doen. Je hebt hier een schaar. Ja, maar dat vind ik een beetje onhandig nu. Ja, jammer dan. Lekker. Nee, ander... Nee, juist. Nee, ja? Nee, juist. Gaan jullie weg? Ja. Straks. Over een half uur. Dan zijn we inderdaad wel weg, hè? Eigenlijk 14 jaar en dan nu al het zo moeilijk maken. Gemeen doen. Ja, helemaal. Plakken met dat plakband. Wel ook even handig met pas op.
Dat is opbreekbaar. Ja, maar ook qua dat het dus pas op met kaart of zo. Ja, pas op met kaart, helemaal goed. Ja, dat mag jij nog even zo meteen gaan doen. Ah. En eigenlijk wou ik het hier doen, maar dat maakt niet uit. Zo, hartstikke fijn. Dat maakt niet uit, geeft niet. Ik ben een beetje een autist, hè, een beetje maar. Autist. Ja, autist. Zo. Dat houdt in dat je alleen autistisch bent in de auto. Ja, helemaal goud. Helemaal top. Of ben je autistisch met auto's? Ja, ook. Allebei? Okay. Ja, helemaal goud. Ik doe het even daar naartoe. Hartstikke fijn. Zo. Eerst even kijken of ik zo goed zit. Zit je goed? Nee, zit het spiegeltje goed? Stuur goed? En er zit gordel goed. Hannessen bij mij. Hannessen? Ja, ik heb een jeuk. Dan moet je een beetje kapsalade kopen bij de markt, hè? Jo. Nou, wij gaan er weer van tusselen. Moet jij niet wat opschrijven nog? Nou, dat wou ik aan jou vragen of jij dat nog wel even wou opschrijven. Oké, wat moet ik dan op? Nou, eventjes, omdat er wel dus een kaart is die dus in stukjes is. Dus dat, ja. Helemaal goed, top. Ze zeggen wel eens, één dag niet gelachen, dat is één dag niet geleefd. Nou, dat is bij de zon zo. Eén dag niet naar Superboer, dat is gewoon niet goed, zeg maar. Nee. Dus, wij gaan weer gewoon naar de bekende vierkante koeling toe. Ja. Naar de vierkante koeling. Dat is leuk. Ja, eens even kijken of er nog wat halen valt of zo. En je weet het nooit of er wat te halen valt. En dat gaan we zien. Zo niet, en dan ben ik hier heel snel weg. Ja, ook leuk. Ga ik even zo erop, vind ik leuk. Nou, er zit heel weinig in volgens mij. Dus even kijken, wat zit erin? Wat zit erin? Jo, nee. Hoef ik allemaal niet. Misschien dit, dat rode deel, maar ik niet. Nee. Niet. Allemaal niet. Allemaal niet. Ik dan niet. In dit geval. Nou, wat is het? Een eurotje. Nee, ik hoef het niet. Zeker niet. Wat is dit? Nou, die hoeft er ook maar niet in. Hartstikke fijn. Ja. Gaan we eens kijken wat Roos om te heen. Ja. Zie jij nog wat voor jezelf of zo? Nee, die hoort daar niet, zeg maar. Die is niet afgeprijsd. Natuurlijk. Weinig, hè? Ja, heel weinig. Het is wel lekker, maar geen 2,50. Dat het, Nee, en dat is allemaal een euro. Dat allemaal. Een euro? Ja. Is dat wel lekker, hè? Nee. Jammer. Ja, jammer, hè? Dat weet ik. Daarom juist. Dat vond ik dus ook al wat erg jammer was. Maar ja, wie ben ik? Wij zijn gewoon wij, toch? Ja. Jullie wel, ja. Gratis eentje extra. Ja, als jij er eentje neemt, neem ik niet gratis wel. Nee, het is koud hier. Ja, helemaal gelijk. Het is koud. Ja, zeg maar ouderen die en die zeuren, hè? Ja. Sorry. Kijk dan, vervang het product gratis. Ja, als jij dat wil en vervang het product gratis. En dan moet je vragen aan de medewerkers van Super de Boer. Mijn dingetjes en die zijn er niet. Nee. Crazy Apple. Dat is de Haagse, hè? Haagse Goza. Ja, Haagse Goza. Ja, Goza. Hey, Crazy Apple. Crazy Apple, met wat erin? Kers. Dat zijn geen kers. Ja, weet ik veel. Kersenballetjes. Kersenballetjes. Nee, kersenballetjes. Ja, kersenballetjes. Amandeldrink, schat, is ook lekker.
heb het nog nooit gedronken, maar... Nee, ik ga dat niet doen. Ik weet niet eens hoe het smaakt, maar... Het... Ja, en de naam al, amandelmelk. Oh ja, dat smaakt naar amandelmelk. Blah. Lekker. Weet ik niet. Wat? Wat zoek jij? Iets lekkers. Ja, wat? Ja. Wat zoek jij dan? Kijk, zoek daar hij zult vinden. Ja, maar wat zoek jij dan? Lekker. Ja, ik hoor je niet. Scheelt weer. Ja, wat? En wat lekker. Zoek je dan al lekker? Iets lekkers. Oh, lekker, lekkers? Lekkers? Ja, lekker, lekker. Even kijken of je iets lekkers. Nou, maar wat zoek je dan? Van lekkers. Papa. Oh, gewoon iets lekkers. Ja, ja. Wat ja. Niet afgelopen. Nou, oké. Okay. Het is nu dus nou 2 pakken, 1 liter, 2 voor 3 euro. Nee, 2 voor 3 euro. Het is normaal 2,07 euro. Het is normaal dus 2,07 euro en het is nu 2 voor 3 euro. Jee. Ja, jee, joepie poepie. Maar je ging 14 mee als je 2 pakken wil hebben. Ja. Als je maar 1 pak nodig hebt, dan ben je duurder uit. Ja, precies. Dat is niet handig nu. Nee. Laat het dan maar zitten. Ja, toch wel eens laten zitten. Hè? Wat jij wil, schat. Wat jij wil. Ja. Waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe? FIFA flessen. Oké, nou dan gaan wij naar de FIFA flessen. Prima. Ja, ik snap al waarom jij naar de FIFA flessen wil. Ja, is goed. Gaan we naar de FIFA flessen. 2,5. Nou, dat is handig hè? 2,5 prijs. Heb je nog wat te vertellen tegen de kijkers? Huh? Nee, ik ben een beetje moeier. Ja. Klein beetje weg. Mm-hmm. Dus dan gaat het denk ik ook wat langzamer. Oké, okay. Top. Maar wil jij dan nog wel straks nog even met mij mee naar huis, alsjeblieft? Om die papieren eventjes in orde te krijgen voor de CBT, weet ik veel. CBT? Standaard. Yes. Oké, okay, gaan we dat proberen voor jou. Graag. Zoals jullie zien, lig ik dus lekker al in bed. Met mijn heerlijke en verwarmingsdeken. Ideaal. Als je het koud hebt, dan is het echt ideaal. Echt waar. Dus, ik ga deze vlog lekker afsluiten samen met jullie. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? En dat Tony er weer in was. Ik zou zeggen, doe dan voor Tony even een blauw duimpje omhoog. Vergeet dan voor hem dan dus ook zeker niet te abonneren. Ja, en reageer eventjes. En abonneren. En belletje aan, want dan blijf je namelijk op de hoogte. Dus, elke dag om 2 uur een gloednieuwe vlog online. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.